Datakwaliteit, een veelbesproken onderwerp in de pensioensector. En is het nou vooral een verplichte hoepel waar men doorheen moet om te kunnen invaren? Of is het een uitgelezen kans om in de toekomst datagedreven te kunnen werken? En vormt het eigenlijk gewoon de basis voor je bestaansrecht als financiële instelling? We gaan beginnen. Hallo en welkom bij Ethics TV. We gaan het in deze uitzending hebben over datakwaliteit. Een veelbesproken woord ondertussen in de pensioensector. Het wordt vaak gezien als ingewikkeld en vooral een verplichte hoepel om doorheen te springen voordat men kan invaren. Maar ik heb twee gasten in de studio die daar totaal anders over denken. Het is namelijk het fundament om in de toekomst datagedreven te kunnen werken en aan je zorgplicht te kunnen voldoen. En om daarover te spreken zijn bij mij in de studio vandaag Otto Hulst. Otto, welkom. Dankjewel. Je bent beleidsmedewerker bij de Pensioenfederatie. En van daaruit ook medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van het kader datakwaliteit. Ja. Nogmaals, fijn dat je er bent. Dankjewel. En Aaron Jeurnink, senior relevantieadviseur bij Ethics en expert op het gebied van datakwaliteit. Ja, leuk om er te zijn. Nou, heel mooi dat we het over dit relevante onderwerp gaan hebben. Otto, misschien om bij jou te beginnen. Waarom heeft de hele sector, de pensioensector, het nu over datakwaliteit? Ja, nou specifiek nu. Van belang is datakwaliteit vanwege de wet toekomst pensioenen. De Eerste Kamer heeft echt ingestemd met de WTP. En per 1-7-2023, moet dat even goed, de data even goed in mijn hoofd zetten, gaat die daadwerkelijk ook in. En om in te kunnen varen, moeten besturen van een pensioenfonds het besluit nemen over de kwaliteit van de data in de pensioenadministratie. Deze moet van voldoende kwaliteit zijn. En dat besluit, dat is onderdeel van het implementatieplan. Dus zonder dat besluit kun je het implementatieplan niet afmaken, niet gereed maken. En kun je dus ook niet invaren. Dus het is ook echt nu nodig om daarover na te denken. Ja. Ja. Het is in die zin dus ook wel een verplicht onderdeel van om te kunnen invaren. Ja. Jullie hebben daarom als pensioenfederatie ook een kader opgesteld om pensioenfondsen daarbij bij te helpen. Ja. Bestaat uit 6 fases, geloof ik. Mm-hmm. We gaan niet al die fases door, maar zou je misschien de essentie van dat kader kunnen duiden? Zeker, ja. Kijk, ik gaf het aan, hè. De kwaliteit van de data moet voldoende zijn. Maar ja, wat is nou voldoende? En aan de andere kant, datakwaliteit is ook niet een woord wat nu dankzij de WTP geïntroduceerd is. Fondsen, uitvoerders zijn al langere tijd bezig met de data in de administratie op orde te krijgen. Alleen nu komt echt dat tijdshorizon aspect komt erbij. Wat is voldoende kwaliteit? We wilden met de hele sector een eenduidige wijze formuleren over wanneer we nou kunnen zeggen, of wanneer bestuurders het besluit kunnen nemen, beter gezegd, over wanneer zij nou denken, yes, we hebben voldoende kwaliteit. Het beginpunt was dan ook echt om een norm te gaan stellen. Gedurende de gesprekken die we gevoerd hebben in de sector met alle partijen in de pensioensector, nou, zijn we ook tot de conclusie gekomen, een norm, dat gaat het niet worden. De sector is te heterogeen. Er zijn te veel verschillen, grote, kleine fondsen, gebeurtenissen die fondsen meegemaakt hebben, dat een exacte norm niet vast te leggen is. Maar wat het kader doet, is eigenlijk dat ze die 6 stappen die je al aangaf, in die 6 stappen bepaalde analyses voorschrijft, bepaalde risicoanalyses voorschrijft, om te komen tot een overzicht van wat voor data je nou daadwerkelijk hebt, welke beheersmaatregelen je daar op geformuleerd hebt, om uiteindelijk te kunnen kijken, hey, zit mijn data, voldoet die nou aan de risicobereidheid die ik vooraf heb gesteld? En zodoende kan ik daardoor op een besluit nemen. Ja. Aaron, ik ben ook benieuwd naar hoe jij daarnaar kijkt natuurlijk. Maar wat mij ook wel intrigeert is, er zijn misschien 2 dingen nog. Eén, ik denk, ik ben zelf ook pensioenfondsbestuurder, dat ben jij ook. Ik denk dat geen enkele pensioenfondsbestuurder ook hiervoor al wilde dat de datakwaliteit niet op orde was. Hè, dus wat maakt het dan nu zo ingewikkeld of noodzakelijk om dat toch te doen? Hebben we daar dan te weinig aandacht voor gehad? Of hoe zien jullie dat? Nou, eigenlijk heel vaak zitten er gewoon al standaard beheersmaatregelen op de IT-systemen, datakwaliteit.
Een van de woordjes die blijft hangen bij mij is de aantoonbaarheid, die in de wet genoemd staat. We hebben al heel veel gedaan in het verleden over bij datakwaliteit, ook de beheersing. Maar nu moet je het gaan aantonen en dan ga je het meten, inzichtelijk maken, er iets van vinden. Dat is misschien net de stap, de extra stap waar niet alle fondsen mee bezig waren. Uiteraard, ja, zoals gezegd, was er al veel beheersing op de systemen. Maar nu net, en daar hebben jullie ook het kader voor ontwikkeld, juist om het aantoonbaar te maken. Ja, misschien als aanvulling daar nog op. Het klopt, hè. Je wil, ongeacht het kader, ongeacht de WTP, wil je gewoon dat die datakwaliteit op orde is. Dat spreekt voor zich. Alleen die aantoonbaarheid, dat is echt een terecht punt. Hoe toon je dat daadwerkelijk aan? Want veel gehoord, we hebben nooit klachten ontvangen van onze deelnemers of iets dergelijks. Maar kun je daar dan op varen? Weet überhaupt de deelnemer waar die naar moet kijken? Hoe die dat zelf kan gaan bedenken of gaan controleren. Ja. Dus ja, alleen dat feit van ik heb nooit klachten gehad, dus het zal wel goed zijn. Ja, dat is niet aantoonbaar volgens. Nee. En wat maakt het dan volgens jullie dat, zoals ik al zei, en jij net bevestigd, geen enkele pensioenfondsbestuurder, ik bedoel, we willen allemaal dat die datakwaliteit op orde is. Want dat is natuurlijk wel iets waarop je gewoon vaart als pensioenfondsbestuurder. Dat moet gewoon een hygiënevoorwaarde eigenlijk. Hè? Wat maakt het dan toch dat we het nu ingewikkeld vinden om dat aantoonbaar te maken? Ja, misschien een paar voorbeelden uit de praktijk. Dus in het kader zitten een paar elementen die gewoon even wat werk vergen. Zoals in de risicoanalysefase, de tweede fase. Daar zitten de vragenlijsten over de pensioenrisico-indicatoren en het datakwaliteitsbeheersraadmerk. En bijlage A6, zo staat die al bekend, de risicoanalyse. Er zijn uitvoerders die dat schaalbaar maken, uit handen nemen voor alle klanten. Maar er zijn ook zelf administrerende fondsen die dat dan zelf moeten invullen. Ook al helpt een uitvoerder je, je zal er iets van moeten vinden. Dus je zult hem toch door moeten nemen. Dus toch wel groot. En zit daar dan de ingewikkeldheid in? Dus ondanks dat het uit handen wordt gegeven, van het ook gewoon de vraag aan jezelf stellen, wat vind ik er eigenlijk van? Daar heb je natuurlijk ook een soort basiskennis voor nodig. Of in ieder geval, je moet er ook iets van kunnen vinden vanuit. Zit het ook daarin? Even gewoon een open vraag. Ja. Ik vond het zelf namelijk best wel lastig. Ik ben ook sleutelfunctiehouder risicobeheer. Zeker in die tweede fase moest ik natuurlijk vanuit de challengende kant daar ook iets van vinden. En hoe doe je dat dan op een goede manier? Ja, ik denk bij de beheersmaatregelen dat het daar vooral heel technisch kan worden. Als je systeemvereisten of systeemmaatregelen gaat beschrijven als mitigerende maatregel. Dat daar wel mensen afhaken. Ja, zeker. En als je ook kijkt naar bestuurders, er zijn 7 competentiegebieden gedefinieerd, waar ook in de toetsing DNB naar kijkt, waar bestuurders aan moeten voldoen. Je zou IT data management onder de AOIC kunnen plaatsen. Maar het is wel een heel vrij specifiek onderwerp. En als de focus met name op de andere kennisgebieden is, lees het vermogensbeheer, wetgeving, et cetera, dan is dit wel een heel ingewikkeld onderwerp wat snel tot de verbeelding kan spreken. Ja, en misschien ook wel, is het ook een van de oorzaken dat we het nu ingewikkeld, of dat we die competentiegebieden nog misschien wat minder aan de bestuurstafel hebben. Ik vul het maar even in. Hè. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het zo is, maar ik herken het, denk ik. Ja. Dat we er ook minder aandacht voor hebben gehad in het verleden, is dat ook? Want nogmaals, vermogensbeheer, actuariaat, juridisch, communicatie. Dat zijn natuurlijk hele herkenbare kennisgebieden tot nu toe. Ja, zeker. Ik denk dat daar vooral de aandacht op geweest is. Wat je nu ziet en dit is niet gelijk om promotie te maken voor ons andere service document, maar de federatie heeft ook een nieuw service document opgesteld met eigenlijk een herijking of een aanvulling op die 7 competentiegebieden. Ja. Waarbij ook veel meer aandacht is voor risicomanagement en IT. Omdat dat gewoon de belangrijke kerncompetenties ook zijn die binnen het bestuur aanwezig moet zijn. Ja. Zonder te pleiten dat alle bestuurders IT-experts moeten worden. Dat is ook niet wat we willen. Maar het geeft wel aan van dit is wel echt belangrijk en dit moet gewoon ook in het bestuur aanwezig zijn. Ja, begrijp ik. Dus misschien ook wel een mooi bruggetje naar zometeen van hoe ga je dat dan in de toekomst doen? Maar ik wil toch nog even
afkaarten dan of er nog andere punten zijn waar jullie zien dat besturen of bestuurders of uitvoerders nu tegenaan lopen met de uitvoering van dat kader? Ja, wat jij aan het begin al aangaf, van we vinden allemaal datakwaliteit belangrijk. Het is ook zeker niet onwil als er geen aandacht voor is geweest, denk ik. Maar het is gewoon heel veel allemaal. Met alle vragenlijsten en ja, het is niet het enige wat je in het implementatieplan moet opnemen. Ik denk dat veel mensen het wel een heel interessant onderwerp worden vinden. Omdat, dan gaan we zo over verder, omdat data gewoon een van de belangrijkste assets van je fonds is. Dat ze zich erin willen verdiepen, maar daar gewoon de tijd of ruimte niet voor hebben. Ja, ja. Dus gewoon de snelheid waarmee we zeg maar dat hele implementatieplan en alles wat erbij komt kijken met de sociale partners, met evenwichtigheidsvraagstukken, met compensatievraagstukken. Dus het is het complexe geheel ook aan alles wat je moet afkaderen uiteindelijk voor het invaren. Dat maakt het ook ingewikkeld. Ja. Ja, ja. Nou, ja dat begrijp ik wel. Andere dingen nog? Waar jullie zien in de praktijk dat de fondsen tegenaan lopen? Zijn dit de belangrijkste items? Ja, kijk, wat ik al aangaf, hè. Het kader bevat niet een exacte norm. En het geeft echt aan van, dit zijn de stappen die je moet doorlopen, dit zijn de analyses die je moet uitvoeren. Maar daarbij zit, daarvoor of daarachter, of net hoe je het wil interpreteren, zit natuurlijk wel een basis, een houding vanuit het bestuur, de risicobereidheid hierop. En hoe ga je die daadwerkelijk vaststellen? Zien we in de praktijk dat toch de nodige vragen oproept. Ja, nou ja ook dat begrijp ik. Ook vanuit de kant van het van mijn sleutelfunctiehouder risicobeheer komen we dat vaker tegen, uiteraard. Hey, dan het bruggetje makende naar hoe als jullie in de praktijk met dit vraagstuk bezig zijn. Waar focus je dan met name op en hoe zien jullie dat met name naar de toekomst toe, Aaron? Wat, als je het van het ingewikkeldheid weg wil halen, waar zouden fondsen zich dan op moeten focussen wat jou betreft qua datakwaliteit? Ik denk dat er heel veel kansen liggen in de automatisering van zaken. Dus je ziet misschien nu is het kader een aanleiding om met datakwaliteit metingen, daadwerkelijke metingen aan de slag te gaan. Nou, die zou je kunnen automatiseren. Alles wat je automatiseert kan toekomstige risico's in datakwaliteit voorkomen, maar ook dat men daar minder tijd aan kwijt is en zich daardoor op andere dingen kan gaan richten binnen een bestuursbureau of uitvoerder. Ja, dus wat je daarmee eigenlijk zegt, maar dan vertaal ik het even naar mijn eigen woorden, is je zou processen kunnen betrouwbaarder kunnen maken en efficiënter kunnen maken op het moment dat je de datakwaliteit goed op orde is en het dan gaat automatiseren. Ja, en het is misschien nu de eerste keer opzetten, even doorbijten. Maar als je dat hebt, dan ga je daar heel veel plezier van hebben, denk ik, van zoveel mogelijk automatisering. Ja. En wat is dan automatisering? Want dat vind ik zelf altijd ingewikkeld. Ja, dat begrijp ik. Ik ben daar geen expert in, maar ik vind het ook altijd een beetje een containerbegrip. Ja, nou, als we even het kader als uitgangspunt nemen, de data profiling controles of de data analyse controles, die zou je gewoon in kunnen bouwen met, ja, even helemaal technisch te worden, met een script, met een code, dat het met op het druk op een knop daar een rapportage uit rolt, bijvoorbeeld. En even voor mijn beeld, dat gebeurt nu dus nog niet? Niet overal. Niet ik denk overal. Bij de meeste uitvoerders, die zijn daar nu wel echt goed mee bezig. Ja. Vooral misschien de zelfadministrerende fondsen of die niet bij een grote uitvoerder zitten, die daar misschien nu nog niet mee bezig zijn. Ja. Maar dat is in ieder geval al een mooie stap wat denk ik dat kader teweeg heeft gebracht. Daarom ook ook op die manier ernaar kijken. Hè. Dat is eigenlijk ook wel. Dus het is wel die hoepel waar je eerst even doorheen moet. Maar daarna biedt het wel kansen om het gewoon gemakkelijker. Ja. Misschien probeer ik dan een beetje weg te blijven van het woord hoepel. Want dit is wel degelijk een verplichting. Daar moeten we niet bagatelliseren of iets dergelijks. Alleen. Het biedt zoveel meer. Als je kijkt naar, in de WTP wordt keuzebegeleiding helemaal een belangrijk onderwerp. Dat is één. En het andere, voordat ik andere dingen door elkaar ga halen. Eigenlijk de essentie van jou als fonds is
het administreren, het bijhouden wie je deelnemers zijn, wat ze aan premie inleggen, hoe dat belegd wordt, wat voor rendementen wordt gemaakt, wat er dus bij komt en uiteindelijk wat ze uitgekeerd krijgen. En al die activiteiten die gewoon, ja, wat je missie is, wat je visie is van het fonds, is gebaseerd op data. Ja. Dus ik durf het nog wel stelliger te zeggen, dat als jij die activiteiten, de kernactiviteiten van je fonds niet goed doet, niet goed kunt verwerken, ja, dan kun je dus ook niet voldoen aan je missie. Dus ja, misschien klinkt het nu wel als een hoepel omdat het zo wettelijk wordt voorgeschreven, maar eigenlijk is het gewoon de essentie van jouw fonds, die data. En dan die brug maken naar de keuzebegeleiding, hè, dat wordt nu, krijgt meer aandacht in de WTP. Los van hè, hoe goed heb ik nou die data daadwerkelijk op orde, ik heb ook dat inzicht nodig, want anders kan ik mijn deelnemers, kan ik niet informeren over wat voor keuzes ze kunnen maken. Ja. Anders ga je ze begeleiden in het maken van de verkeerde keuze, omdat je zelf ook niet het overzicht hebt. Exact. En even nog de grens leggen van, is keuzebegeleiding SEC binnen de regeling van je eigen fonds, of wil je het over de deelnemer zelf, over alle regelingen heen hebben? Dat zou helemaal het mooie toekomstbeeld zijn, laat ik het zo maar zeggen. Maar ook binnen je eigen regeling moet je gewoon goed het overzicht hebben. En dat toekomstbeeld komt stiekem toch echt wel dichterbij. Want vanuit Europa is er wetgeving op komst. Het Open Finance Framework. Waarin eigenlijk een soort van opvolging is van PSD 2. Wat voor de bankensector geldt, is dat de data van de deelnemers gedeeld kan worden onder de banken onderling. Uiteraard met toestemming van de deelnemer. Die Open Finance Framework wil ervoor zorgen dat dat niet alleen onder banken gaat plaatsvinden, het delen van data, maar dat dat plaatsvindt onder alle financiële instellingen. En dat levert echt een heel mooi overzicht op van voor de deelnemer, van wat zijn nou mijn spaarvermogen, wat is de hypotheek, wat is voor pensioen. Dan kan ik straks in mijn app van de bank al mijn informatie in één keer bij elkaar zien. Of de app van iemand anders, van een pensioenfonds, bijvoorbeeld. Maar interessant wat je zegt, Otto. Want als ik het even plat sla, zeg je, datakwaliteit is cruciaal om überhaupt je bestaansrecht, je legitimatie waar je toe je op aarde bent, eigenlijk op een goede manier tot uiting te kunnen brengen. Ja. Zo zou ik hem wel willen stellen. Ja. En wat je daarna zegt is, en dat wordt naar de toekomst toe nog belangrijker. Want één, de wetgeving komt eraan, waarmee je dus daaraan moet voldoen. Ja. Maar zoals ik in mijn introductie ook al zei, zeiden jullie ook in onze voorbespreking, ja, datagedreven werken, zoals de maatschappij dat steeds meer gewend raakt, heeft ook dat fundament van datakwaliteit nodig. Ja. Kunnen jullie daar een paar voorbeelden van geven, van waar je dan aan denkt of wat dat dan inhoudt? Ik kan wel wat voorbeelden geven. Wij doen wel regelmatig wat onderzoeken over pensioencommunicatie. En dan koppelen we communicatie aan bepaalde deelnemersgroepen. Dus proberen we eigenlijk inzichtelijk te krijgen welke vraag stelt welke deelnemersgroep. En daar kun je gerichte communicatie op doen. Als die data niet klopt, dan kun je wel eens de plank misslaan met bepaalde specifieke communicatie. Dus data, dat fundament om van dat soort datagedreven dingen, die je bij de grotere techbedrijven al ziet gebeuren, als we die ook in de pensioenfondsen willen gaan doen, is data het fundament. En dan moeten we dus communicatie is echt cruciaal ook om... Ja, individueler ook dus nog belangrijker dat informatie van een deelnemer. Gesegmenteerd communiceren noemen we dat, geloof ik, in het jargon. Daar heb je ook die inzichten vanuit data voor nodig. Ja. Zijn er nog andere items die data gedreven werken? Je had het net al even over keuzebegeleiding. Ja. Ja, risicopreferentieonderzoek op dit moment. Als je dat op data van de deelnemer wilt baseren, dan wil je dat wel op data die klopt baseren. Ja. Van dat soort voorbeelden. Dus elk voorbeeld is weer terug te leggen naar data als dat fundament. En risicopreferentieonderzoek moeten we natuurlijk nu doen, maar moeten we zometeen in ieder geval iedere 5 jaar doen. En wordt ook in de risicohouding en de maatstaven die we daaromheen vormgeven. We hadden vroeger een haalbaarheidstoets. Ja, dat wordt zometeen natuurlijk een toets op jouw beleggingen wel voldoen aan de risicohouding van de deelnemers. Dus ook daar is het een cruciaal voor. Zo had ik er in ieder geval ook nog niet naar gekeken. Ja. Communicatie,
keuzebegeleiding, RPO, risicohouding. Ja. Pensioenplanners bijvoorbeeld, ja. Met geautomatiseerd ophalen van gegevens uit de database van de administratie om doorrekeningen richting, ja, de toekomst te maken. Ja, dat past ook bij de inzichten misschien van keuzebegeleiding? Ja. Of vinden jullie dat twee verschillende dingen? Een planner geeft zaken weer. Een keuzebegeleiding gaat misschien nog wat, nog wat, ja, dieper. Dat zou ik iets verder. Okay. Ja. Ja. Maar wel gebaseerd allebei op dezelfde data. Uiteraard. Oké. Okay. Zijn er nog andere items waarvan jullie zeggen, ja, dat data gedreven werken, besluitvorming aan de bestuurstafel? Zou ik mezelf. Ja, ik ben zelf elke dag bezig met besturen en besluiten. Ja. Ik kan me voorstellen dat ook de besluiten aan de bestuurstafel misschien wel steeds meer worden ondersteund vanuit data en inzichten. En past dat dan wel bij wat mijn deelnemers willen? Dus misschien, dat is mijn eigen beeld wat ik erbij zou kunnen hebben. Ja, nee, maar dat mee eens. Ja, dus en daarnaast gefundeerde besluiten ook inzichten in je populatie. Volgens mij noemde jij dat al kort. Ja. Het zijn allemaal, ja, je ziet, het is een van de belangrijkste assets, wat ik al zei, die een fonds heeft. En om dat goed te kunnen uitnutten. Ja. Betrouwbare data van goede kwaliteit is gewoon essentieel voor al die, eigenlijk een hygiënevoorwaarden, zeg maar, om je bedrijfsvoering zometeen goed op orde te kunnen hebben. Ja, en je besluitvorming. En eigenlijk de boodschap is denk ik ook van, dus het gaat nog verder dan alleen het invaren. Dus dan, ja, nu dat kader is veel werk. Ja. Maar ook een mooie kans om dat gewoon op orde te krijgen of te houden. Ja. Om er later echt mooie dingen mee te doen. Ik geloof dat ze dat in jargon het get clean en stay clean noemen. Hè? Ja. Ja. Ja, nou mooi. Zijn er nog laatste boodschappen die jullie mee willen geven aan de sector als het gaat om datakwaliteit? Wordt er vooral wat enthousiaster van? Want van jullie krijg ik wel de energie van hey, gaaf, dat wordt een nieuwe kans. Ja, het is eigenlijk wat ik net zei, van nu even doorbijten, goede woorden krijgen. En dan kun je er echt hele leuke, mooie dingen mee doen. Ja, zie het vooral niet als een moetje. Maar gebruik ook de kansen die het biedt. Zie die ook vooral in. Want als je dat inziet, dan kun je er ook naar handelen. Ja, mooi. En dan is het evenveel tijd in een context waarin we heel veel te doen hebben met z'n allen. Maar straks kunnen we daar de vruchten van plukken. Absoluut. Ja, mooi. Zeker. Dank jullie wel. Inspirerend gesprek wat mij betreft. Ja. Kijkers, luisteraars, jullie ook bedankt voor het kijken en luisteren. Willen jullie meer weten over dit onderwerp? Kijk dan hieronder in de link. Dan kun je naar de website van Ethix of naar de Pensioenfederatie. Kun je daar meer kennis vinden over datakwaliteit. Tot zover en tot bij de volgende Ethix TV.